maar nu zitten we met z'n allen in één vereniging. Oké. Okay. Wie van de niet-ondernemers wil hierop reageren? Wie heeft het gevoel dat die ondernemers eigenlijk elkaar de tent uitvechten? Ik ga even naar die kant. Sorry. Zegt u maar. Nou, het is eigenlijk weer een beetje een vraag aan die meneer daar. Ja, u zegt... we hebben nu een clubje dat wel werkt. We hebben al dit clubje gehad en dat clubje gehad en zus clubje gehad. En ja, oké, je hebt nog meer clubjes gehad. En waarom zou dit clubje dan wel gaan werken? Want er zijn toch een aantal horecaondernemers die... Je kan nog zo samen in een clubje zitten. De vraag of je dan samenwerkt blijft. Of dat mensen toch zullen gaan voor... Hé, mijn bedrijf moet ook door blijven bestaan. En de vraag, ik vraag me echt af of ze dan op een goede manier zullen gaan samenwerken. Ik ga even naar u terug. Ja, dank u wel. Dat was de stelling niet. De stelling was of het zou lukken om een ondernemer... Ja, maar deze meneer zegt, ja, u heeft al vaker samengewerkt. Waarom zou het deze keer wel lukken? Ja, waarom niet? Alle ingrediënten zijn er. Het is nodig dat we samenwerken. We hebben ook een vorm gevonden waarin we samen konden werken of kunnen gaan werken. Nogmaals, voor het eerst. Dus alle ingrediënten zijn er. Dus ik zou niet weten waarom niet. Alleen, maar... Het is moeilijk... Omdat wij telkens benaderd worden als een jullie. Wij zijn geen jullie, we zijn individuele ondernemers die iedere dag moeten zorgen dat personeel, de huur enzovoort enzovoort betaald wordt. Het is niet een soort stichting waarin we zeggen, nou, we gaan nu eens even de boel anders doen. Ja, maar dat is wel een interessant punt. Hè? Deze mevrouw zegt, streven naar meer diversiteit. Ik kan me voorstellen dat dat een soort probleem is. Dat moet je samen oplossen. Je kunt niet als individuele ondernemer zeggen, nou, ik ga eens investeren in de diversiteit van dit plein, want dat is goed voor het plein. De vraag is dus misschien, benader je de Korenmarkt als een plein waar je samen aan zit, of benader je de Korenmarkt als een verzameling afzonderlijke gelegenheden? Nou, ik denk dat daar al een verschil in de perceptie zit. Omdat wij zien onszelf als individuele ondernemers. En de gast, om het zo maar even, of de consument, die ziet ons als een plein. En dat heeft meer te maken met de ligging, met zeg maar de voorwaarden die, zoals ze er liggen, dan dat wij fysiek nou een jullie zijn, om het zo maar even te zeggen. Oké, helder. Dus u zegt eigenlijk, nee, we zijn geen plein, al worden we... Oh ja, we zijn geen verzameling die samen een plein als horecagelegenheid vormt. Maar we zijn individuele ondernemers, dus beoordeel ons ook zo. Ik ga even, ik had het aangekondigd, hè, kom even bij je terug. Wil je even meelopen, dan sta je zo in de hoek. Die stelling luidt, ondernemers die zijn niet op één lijn te krijgen. Je bent ook ondernemer aan de Korenmarkt. De vraag was net, waarom zou het nu wel lukken? Het is nog niet zo heel lang geleden, hè, wat de bieroorlog heet op de Korenmarkt. Toen vochten jullie elkaar nog behoorlijk de tent uit, om het zo maar te zeggen. Wat is er veranderd, dat nu wel moet gaan lukken? Nee, ik wil eens even terug. Ik denk dat op elk plein waar je gewoon geconcentreerd met elkaar moet werken, waar een bepaalde bedrijfstak heel geconcentreerd bij elkaar zit, of het nou een kledingzaak is, schoenenstraat, waar je allemaal schoenen kunt krijgen, of een shawarma, waar je allemaal een shawarma kunt kopen, of kebab, of alleen maar horeca. Je krijgt altijd, als je met elkaar moet samenwerken en je zit naast elkaar, dan heb je toch, ja, iedereen zijn eigen belang. Dat is heel moeilijk. Iedereen is zijn eigen baas. En om het te doen slagen, is het wel heel belangrijk dat je moet met elkaar blijven praten. En af en toe is het hart tegen hart. Maar op een gegeven moment besef je toch dat je weer bij elkaar moet komen om weer een volgende stap te zetten. Maar dat punt van, is het nou een verzameling losse tenten of is het een plein? Hoe ervaren jullie die noodzaak om samen te werken? Met andere woorden, als je van die 15.000, 20.000 die er op dat plein kwamen, die 5.000 nu, zeg je dan niet als ondernemers, we moeten hier met elkaar de schouders onder zetten om weer groeiende bezoekersaantallen te hebben. Dus misschien moeten we dat plein wel meer als een eenheid benaderen in plaats van als een verzameling afzonderlijke tenten. Hele lange vraag. Ja, een hele lange vraag en een hele moeilijke vraag. En aan de ene kant ook weer een makkelijke vraag. Je hebt met 20, 30 ondernemers te maken en iedereen heeft zijn eigen visie hoe het beter kan. Kijk naar deze discussie hier in deze zaal. Iedereen heeft een mening. Een heleboel mensen zijn er niet geweest. De ander die voelt zich niet veilig, de ander voelt zich wel veilig. En dan moet je 30 ondernemers bij elkaar en dan hopen dat iedereen dezelfde visie, dezelfde achtergrond heeft, dezelfde opleiding en wat dan ook, om uiteindelijk tot dezelfde conclusie te komen van, hé, we moeten dit doen. Laat ik een concrete vraag stellen. Hebben jullie een beeld als ondernemers nu, zijn jullie dat met elkaar aan het ontwikkelen, over hoe die Korenmarkt er over 5 jaar uit moet zien? Qua doelgroepen die daar moeten komen, qua het soort gelegenheden dat je daar zou willen hebben. Spreken jullie daarover met elkaar? Nee, dat ligt niet aan ons om met elkaar te praten van, hé, wij gaan eens even bepalen van welke doelgroep en aanbod en wat we... Nee. Wij zijn... Waarom eigenlijk niet? Want je zit daar samen met het doel, we willen dit plein laten werken. Dus dan zou het toch logisch zijn dat je zegt, als we nou eens kijken naar een samenhangend aanbod,
waarin we zeggen, nou, die diversiteit, meer partijen trekken. Dat is toch juist iets waar iedereen afzonderlijk ook weer baat bij heeft? Nou, weet je wat mis met zo'n debat als deze? Ik wil graag hier, ik mis hier een onderzoek naar veiligheid geweest. Ik mis hier een onderzoek van, waar voldoet nou een goed horecacentrum aan? Wat zijn de randeisen die moeten voldoen aan een goed horecacentrum? Zoek, alsjeblieft, maak eens een onderzoek, een wetenschappelijk onderzoek met feiten. En kijk eens, de 5 beste horecacentra, waar voldoen zij nou aan? Nou, maar volgens mij is één heel concreet meetpunt. En dat is de bezoekersaantallen. En die zijn teruggelopen. Dus de vraag... Het is oorzaak-gevolg. Jij praat over gevolg. Ik praat over een oorzaak. Dus waar voldoen de 5 beste horecacentra in Nederland aan? Hoe liggen die? Waar zijn de looproutes? Hoe zijn die geconcentreerd? En hoe ligt dat in elkaar? En dan vergelijk daarmee de Korenmarkt. En ik denk, en dat mis ik. Ik heb hier graag 10 punten op een rij gehad. Van hé, we praten over het Vrijthof, we praten over Nuiden. Wat is nou anders? Maar wat je zegt, eigenlijk de context van de Korenmarkt in vergelijking met andere plekken, die laten wensen over. Je praat te veel over gevolgen. En ik wil graag met jou discussiëren over de oorzaak. En als je over oorzaken wil praten, dan heb ik ook behoefte aan echte onderzoeken. Maar noem mezelf eens een paar. Nou, ik vind de looproutes, als je kijkt naar het Vrijthof in Maastricht. Nou, ik vind op het Vrijthof in Maastricht helemaal geen speciale horeca. En toch is het daar 7 dagen lang. Terrassen zitten vol, de horecazaken zitten vol. Nee, wij zijn gewoon gedecentraliseerd van de looproutes. We hebben van de Blikkenbioscoop tot aan de Korenmarkt hebben we een Swarmastraat. Ja, we noemen dat Palestina. Ja. En daar ga je overdag ga je daar niet het Vrijthof of de Korenmarkt oplopen. In plaats dat je bij de Blikkenbioscoop rechtsaf gaat richting de Korenmarkt. Dan draai je om en dan ga je weer terug. Nee, wij willen eigenlijk vanaf de Blikkenbioscoop had er eigenlijk een concert moeten komen. Alle Bijenkorf, maar we hebben al een Bijenkorf, maar een trekker. Zodat je als je daar een woonboulevard of een type bedrijf als de Bijenkorf daar neerzet, dan, wat je dan krijgt, nou, natuurlijk aan de gemeente is het heel moeilijk om te bepalen de bestemming van die panden. Maar als je daar een concept neerzet, dan zul je die shawarma die ernaast zit, die denkt van nee, ik kan beter schoenen gaan verkopen in plaats van shawarma, want dat verdient veel meer, maar ik zit nu naast een soort Bijenkorf. Oké, dus wat je zegt is, de omgeving, de toegang tot het plein, daar liggen kansen om de loop naar de Korenmarkt en de bezoekersaantal op de Korenmarkt weer te verbeteren. Iedereen heeft die, ga ondernemen. Die panden kun je krijgen zonder overnamesom. Je hoeft niks te betalen. Hier, je krijgt de sleutels, je kunt morgen beginnen. Waarom doen mensen dat nu niet? Ja, omdat de randvoorwaarden niet daar zijn om goed te kunnen ondernemen. Oké, helder. Dankjewel. Wil iemand wel even reageren, heb ik de indruk. Nee, ik hou de microfoon vast. Dat zijn de regels. Mijn naam is Jan. Wat die meneer nou allemaal zegt, dat is van nul en geen waarde. Daar heb ik totaal geen waarde aan. Weet wat de hele oorzaak is? De economische crisis. De mensen geven steeds minder geld uit. En al dat geoude hoeren van dit en dat, van ondernemen, dat is allemaal van nul en geen waarde. Dat Wil ik even kwijt. Volgens mij was het punt dat u vooral kwijt wil, het ligt aan de crisis. En volgens mij is dat wel een interessante context om ook even erin mee te nemen. Want ik wil even Roel de Boer, is hij al in de buurt? Roel de Boer, vragen om deze discussie even weer een stap verder te brengen. Want wat hier gezegd wordt is aan de ene kant, we hadden het net over, en ik moet je even introduceren, want je bent de afgelopen 3 maanden gebiedsmanager geweest voor de Korenmarkt. Dat ben je nu nog steeds een maand, als een soort verbindingsstuk tussen de gemeente en de Korenmarkt, om het zo maar even te zeggen. Er zijn een aantal dingen gezegd en ik wil je graag even om een reactie vragen. Een van de dingen die net werd gezegd, ja, we moeten de Korenmarkt, en ondernemer zegt dat, je moet ons niet als een plein benaderen, maar we zijn individuele ondernemers. Er werd gezegd, wij werken niet op dit moment aan een soort plan om te gaan bepalen wat nou doelgroepen zijn en hoe de Korenmarkt eruit zou moeten zien. Er wordt twijfels gesteld bij, ja, kunnen die ondernemers wel samenwerken? En die meneer zegt, het ligt aan de economische crisis. Dat heb jij nu allemaal op je bordje liggen. Even terugkijkend, hoe zie jij die samenwerking zich ontwikkelen? Nou, laat ik eerst even zeggen, die meneer heeft natuurlijk wel voor een deel gelijk. De economische crisis hebben we niet bedacht met z'n allen, maar hij is er wel. Ik wou nog even iets zeggen. Jij hebt vanavond, ik denk, 6-7 keer gezegd dat er 5000 bezoekers naar de Korenmarkt komen. Nou ken ik toevallig degene die dat opgeschreven heeft. En dat was een momentopname in juni. Afgelopen zaterdag ben ik op die Korenmarkt nog eens wezen tellen. Er waren er bijna 8000. Dus laten we wel even zeggen, die 5000 is een momentopname geweest. Nou zijn 8000 nog lang geen 15.000 bezoekers, maar het zijn er toch een paar meer. Als we dan praten over de Korenmarkt op dit moment.
En dan heb ik het eigenlijk nu alleen over de Korenmarkt en niet om de straten eromheen. 31 bedrijven, 24 ondernemers. Die op een halve vierkante meter allemaal in crisistijd proberen hun broek op te houden. Ja, maar daar zit nou juist mijn vraag. Want die meneer zegt, we gaan het nu redden. Maar volgens mij is het effect, even afmaken, volgens mij is het effect van crisis juist dat je de concurrentie alleen maar verhevigt. Dat het alleen maar lastiger wordt om uit die ruif samen allemaal een boterham te verdienen. Dus de vraag is, hoe gaat die context van de crisis er nou voor zorgen dat die ondernemers uiteindelijk toch samen de weg weten? Ja, ik heb een lange inleiding. Ja. 24 ondernemers. Bereidheid tot samenwerken, ja. In opdracht van de gemeente ben ik eens bij die ondernemers gaan praten van wat vinden jullie over je eigen plein, over je eigen bedrijf. En die mevrouw daar die zei diversiteit, van die 24 ondernemers zeiden er in ieder geval 8, er moeten meer verschillende bedrijven op de Korenmarkt komen. En er zijn er ook 3 die daar graag aan mee willen werken als ze daadwerkelijk zo'n bedrijf gaan beginnen. Dus volgens mij komt het op termijn wel goed. Die 24 ondernemers hebben samen besloten om in 1 ondernemersvereniging plaats te gaan nemen. En Armand zei al van, op deze manier is dat nog nooit gebeurd. We hebben nog nooit zo uitgebreid met elkaar kunnen praten en kunnen inventariseren wat is er nu eigenlijk aan de hand. En dan merk je dat die ondernemers eigenlijk allemaal in dezelfde richting denken. De grap is dat die 24 ondernemers nu een ondernemersvereniging hebben opgericht, maar zich ook alle 24 2 jaar lang geconfronteerd hebben om contributies te gaan betalen. Dus discussies die er vroeger waren van we betalen geen contributies, zijn we de komende 2 jaar kwijt. Waarom zijn die belangrijk, die contributies? Je hebt wat centjes nodig om doelen te kunnen bereiken. Armand zegt van, de seinen staan op groen en zo is dat ook. En natuurlijk heb je gelijk, dat komt ook door het moment. Natuurlijk is er leegstand op de Korenmarkt en natuurlijk hoeven we met z'n allen niet altijd trots te zijn op de Korenmarkt op dit moment. Maar het is wel iets minder negatief. En er zijn in ieder geval 24 enthousiaste ondernemers die nu beseffen dat je het samen moet doen en niet individueel. Maar dat wil ik toch even toetsen, want ik krijg tegelijkertijd het signaal dat iemand zegt, nee, we zijn individuele ondernemers en je moet ons niet als een plein zien, wat je als een totaalformule kan zien. En dat zei Armand en dat zei Galit en ze hebben natuurlijk alle 2 gelijk. En gelukkig maar, want ik heb net al gehoord van er is te veel van hetzelfde. Nou, stel je voor dat al die 24 ondernemers hetzelfde zijn. Helder, maar jullie moeten het wel samen eens worden over als je dat plein diverser wil maken. Ga je die richting met elkaar vinden of niet? Kijk, weet je wat vanavond ook voorbij is gekomen, is een imagoprobleem. De Korenmarkt is niet ideaal, maar het is wel zo, dat beseft niemand, er zitten 7 restaurants op de Korenmarkt. Ik heb heel veel mensen gehoord die zeggen, je kunt op de Korenmarkt niet eten, maar er zitten wel 7 restaurants. Misschien zijn de Korenmarktondernemers wel vergeten om te vertellen aan de mensen hoe het is. En ik wil nog 1 ding zeggen. Er zijn wat zaken voorbij gekomen waardoor het minder zou gaan op de Korenmarkt. De belangrijkste zijn we vergeten. In de jaren 70 is de Korenmarkt ontstaan en Arnhem heeft een centrumfunctie gekregen en een regiofunctie. Voor winkels en voor horeca. En de horecaondernemers denken nog steeds dat we dat hebben, maar is dat wel zo? Want als je kijkt naar steden om Arnhem heen, en je hoeft helemaal niet ver te kijken, kijk maar naar Zevenaar, kijk naar Doetinchem, maar ook grotere steden zoals Apeldoorn en Deventer, daar is een enorme groei geweest van horeca. Maar dat is eigenlijk ook die schaal waar de columnist, Rob van der Velde, het over had. De lat ligt nog steeds op de jaren 80. En die functie die ben je misschien wel kwijt, dat is wat je zegt. En die functie ben je misschien wel kwijt. En dus is het nodig dat die ondernemersvereniging er nu is. En er moet de komende jaren keihard gewerkt worden om van die Korenmarkt weer dat plein met uitstraling te krijgen die we allemaal willen. En ja, Paulien, die boom, die is hartstikke belangrijk. Maar, lieve gemeente, het kan natuurlijk niet bij een boom blijven. We hebben het over de herindeling van de Korenmarkt gehad. Kwaliteit is gevallen, ander straatwerk. En ja, Michael, ik kan het niet anders zeggen. Ook die doorgang, je merkt aan de ondernemers hoe belangrijk ze dat vinden. En overigens, Michael van Wessem, een wethouder, die heeft gezegd, die Korenmarkt hoort bij Arnhem en Arnhem hoort bij die Korenmarkt. En we gaan je gebruiken, hoor. Reken er goed op. Dankjewel voor het bruggetje. Deze mevrouw hier wil even reageren.